Roos hebt en je zit bij Rick van Serpent Gamer, moet je zien wat ik hier heb, jongens. Batterijtjes! En Rick, we hebben zo zin in de controle. Fuck jullie! Jullie krijgen om de zoveel minuten de melding dat de batterijen bijna op zijn, omdat dat leuk is. Toch, Stefan? Yay! Stefan staat aan mijn kant. Mijn kamp. In deze aflevering gaan we geen dilemma's doen, geen seksverhaaltjes, maar we gaan doen. Vandaag gaan we een leuke Q&A doen met Stefan, met vragen die ik verzonnen heb te plekken. Oh, leuk. Stefan, wat is jouw lievelingseten? We gaan gewoon even heel casual, gewoon een keer normaal. Wat is jouw lievelingseten? Lasagne. Ja? Ik vind lasagne ook persoonlijk fucking lekker. Eigenlijk alles met gesmolten kaas vind ik persoonlijk altijd wel chill eigenlijk. I know your feeling, bro. Dat is echt... Rick, ik hou van je nu. Alles met gesmolten kaas, weet je wel. Zullen we samen een keer een kaasdag hebben? Dat we gaan ontbijten met croissantjes, kaas... Het zou wel leuk zijn voor een subspecial, dat we gewoon iets met kaas doen. Gewoon heel veel kaas. Daarna gaan we kaasbroodjes eten en daarna gaan we lasagne eten. Ja. Of spaghetti met geraspte kaas. En dan doen we het in Alkmaar natuurlijk, zodat de kaas staat. Daarom. En dan vallen en doden we iemand met kaas. Ja, precies. Dan gooi je iemand zo'n 60 kilo kaasblok op zijn hoofd. Oké, nou dat was even één vraag. We gaan gewoon vandaag een keer interesse tonen in Stefan, want zometeen... Het zou natuurlijk lullig zijn voor Stefan als jullie bijvoorbeeld zien op een YouTube-gathering en je zeggen... Hé, ben jij niet Stefan van de Mario Galaxy-serie? Dan wordt Stefan zo verdrietig. Dus jullie moeten weten dat Stefan ook gewoon zelf een persoon is en niet alleen een deel van mij. Precies, ik heb ook gevoelens. Ik ben niet een deel van Rick. Stefan, wat voor muziek luister jij zoal? Heel veel rock en metal en ook af en toe wat Nederlandstalig eigenlijk. Dus je luistert goede muziek? Ja. Luister je ook wel eens naar de Dikke Lullenband? Nee. Nou, ik kwam dit laatst tegen. Ze hebben wel een nummer wat heel mooi besprak, wat jij laatst in een video zei. Van dat je vriendin de kut wil likken en dat je dan de anus likt. Het nummer heet Als ik je kut lik. Het gaat van als ik je kut lik, ruikt het naar stront. Als ik je kont lik, poep in mijn mond. Zoiets. Ja, nee, dat beschrijft mijn emoties ten zeerste. Wat ik de laatste heel vaak luister is Contrast. Is dat Nederlandstalig? Nee, dat is Australisch of zo. Oké. Het is gewoon Engels. Een beetje Duits, ik weet niet precies. Maar... Oh, kijk, dikke afsnijroute! Zag wat ik deed. Ik zag hem, ik zie hem. Dat was mooi, hè? Dat was mooi. Maar je kent vast wel hun nummer Bomba. Bomba. Nou, misschien als ik het hoor. Ja, denk ik. Maar die band vind je ook wel leuk, denk ik, Ricky. Oké. Misschien vind ik jou wel leuk, Stefan. Dat weet ik, dat vind je ook. Nou, daar heb je het al. Het is al cool dat ik nu al bij de ster was en dan heb ik echt wel op een rushje, jongens. Nou, we zijn er wel bijna. We moeten zo meteen namelijk tegen een eindbaas vechten. En hier is ook een Daredevil versie van. Dan heb je dus maar 1 HP. Dat is echt heel kut. En dan zou ik nu dood geweest zijn, zeg maar. Maar Rick, wat voor muziek luister jij dan gemiddeld? Ik luister veel rock, metal en punk rock ook nog wel. Sum 41. Oké, dat luister ik ook veel trouwens. Sum 41 is chill. Rise Against, die troep. Wat moet ik eigenlijk doen? Ik moet naar die fan toe. Je moet op dat beest springen. Dat dacht ik al, ja. Nee! Oké, gelukkig. Ik heb het overleefd. Kijk, ik heb opeens weer levens erbij. Als het goed is ben ik nu ergens bij de boss. Ergens. Ik luister veel punk. Nou, nog een vraag voor Stefan. Ben je voor een voetbalclub? Nee, ik vind voetbal echt het meest kansloze, nutteloze sport ever. Dan krijg je wel haat, hè? Ik was vroeger altijd hardcore voor AZ, toen AZ nog faalde, zeg maar. Op een gegeven moment konden ze een keer landskampioen worden. Verloren ze van Excelsior. Ja, dat vond ik leuk. Toen was ik voor AZ. Toen ze gewoon dat soort dingen deden, met van die malle fratsen, weet je wel. Maar nu, ja, het ene jaar is AZ weer laatste, zo'n half. En dan degraderen ze half en dan worden ze denk ik... Nadat ze kampioen werden ben ik eigenlijk gestopt, dat was het jaar daarna. Toen heb ik gezegd van, nou, rob maar op AZ. Ik vind het niet leuk meer. Volg ook het Nederlands elftal en zo dan? Ook eigenlijk niet eens meer. Het boeit me eigenlijk geen ene flikker allemaal meer. Ik heb zoiets van... Waarom? Nu krijg jij ook haat, Rick. Ik vind Nederlands allemaal zo'n stel idioten. Voetbal! Nu krijg jij ook haat, Rick. Ik spreek gewoon de waarheid. We krijgen al samen haat. Cool. Schattig. Polo, waterpolo. Hoppa, afsnijroute. Ik heb best wel mooie jumps. Stefan hebben gewoon geleerd te longjumpen in dit spel. Ik wist niet eens dat dat kon. En sindsdien, ja, redt het mijn leven toch wel. Goed, Rick, volgende vraag. Gewoon even, ik weet dit wel, maar dat is gewoon even... Heb je ook een vriendin, Stefan? Ja, ik heb een vriendin, ja. Hoe kan dat... Hoe ken je je vriendin? Laat het zo doen. Dat weet ik dan weer niet. Dat is wel grappig. Ik had verkering met een meisje uit de klas, zeg maar. je kent haar dus echt al heel lang. Van het MBO, ja. En op hetzelfde moment vond mijn huidige vriendin mij ook leuk. Dus dat was een beetje, zeg maar, dat
catfight bitchy tegen elkaar gaan doen, weet je wel. Je had, maar je had verkering met? Een meisje. Een meisje. En ja. Waar ik achteraf... Ik ben daar niet trots op, oké? Okay? Je moet hem spinnen tegen die stroomding aan, man. Oh, zeg dat dan, joh. Oh, nee! Nee! Je kan die kleine ding ook spinnen tegen de stroomding aan. Ja, oké, dat wist ik. Maar je moet hem wel ground pounden, toch? Maar goed, ik ken eigenlijk dus mijn... Nee, dat hoeft niet eens, volgens mij. Ik ken mijn vriendin dus eigenlijk van... Maar je had dus eerst een ander meisje en toen heb je gewoon even gewisseld, zeg maar. Ja, precies. Oké, nice. Ja, natuurlijk. Oh, en niet. Daarbij kwam ze als vreemd gegaan, dus had ik zoiets van... Oh, weet je, laat me zitten. Ja, precies. Maar wacht, had je eerst haar zeg maar al gedumpt en toen ging ze nog eens vreemd of wat? Nee. Een jaren vierkantse relatie dit? Nee, dat maar ene meisje ging vreemd. Je vriendin, toen? Ja, toen nog mijn vriendin. Ja. Toen vond ik een kuthoer, maar ik was een goed persoon, dus had ik haar eigenlijk vergeven, maar toen had ik het wel... Moet je nooit doen, nooit doen. Oké, nice. Vind ik wel mooi, mooi liefdesverhaal eigenlijk. Ja. Erik, hoe ken jij jouw vriendin dan eigenlijk? Een heel lang verhaal. Dit is echt een heel grappig verhaal. Ga ik het doen ook. Er was ooit een meisje. En die heette Lisa. Dat weet misschien Stefan ook nog wel. Die zat een beetje in het groepje Stefan. Oh ja. Die, en daar zou ik eigenlijk mee afspreken. En die vond ik wel leuk. Terwijl ik had haar nooit echt gezien, weet je wel. Alleen we chatten gewoon heel vaak. Ja. En op een gegeven moment, iedere keer zou die langskomen, maar dat ging op het laatste moment niet door. Ik weet niet of die, is die meid nu available? Nee, toch? Of wel? Nee, nog niet. Dat ging allemaal niet door. En toen zou ze eigenlijk naar de YouTube Gathering komen. Dat was toen de 7e of zo. 6e? Was nog in Lux in ieder geval, was de laatste in Lux. En die was daar niet. Dus ik had zoiets van, nou joh, fuck it, ik ga wel gewoon naar de woonplek toe. En daar was ze toen, daar ben ik daar helemaal heen geweest en mijn mobiel was uit of zo, allemaal gedoe. Was het toen ook niet? Was het toen ook niet, nee. Die was gewoon helemaal niet meer te bereiken. Ze zou komen en zei mijn menu voordat de trein was helemaal weg. En toen, later zou ze nog een keer langskomen. En toen stond ik op het station om erop te houden. Dat was het natuurlijk ook niet. Het was ook een minuut van tevoren weg. En toen had ik zoiets van, ah, fuck it. Toen voelde ik me best wel kut wel. Van, ah, lol. Jokes aan you, Rick. Ja. En ik sprak al een tijdje met Anouk, een ander meisje. Die kende ik ook van, die had me gewoon een keer toegevoegd op Skype. Vond ik wel leuk, veel met haar gepraat. Ik dacht van, nou, ik voel me kut. En zei van, oh, zou ik morgen langskomen? Ja, is cool. En zo ken ik mijn vriendin. Oké. Mooi verhaal, hè? Maar... KAK! Desbetreffende Lisa... Ja, die is gewoon helemaal verdwenen van het internet. En laatst was ze van de aardbodem verdwenen, joh. Die was opeens... Daarna was ze echt van de aardbodem verdwenen. En laatst was ze geloof ik weer terug. Echt? Ja, dat had ik gehoord. En Harm, die zag het wel zitten. Dus ik wens hem veel succes. Ik wou net zeggen, want dat was toen ook, toen zij van de aardbodem was verdwenen en jou had genaaid en iedereen slecht over haar praten, en dan had het volgens mij nog altijd voor haar op, weet je wel. Ja, dat mag haar doen, weet je wel, geen probleem meer. Nou, maar daarna was ze ook niet meer op WhatsApp, niet meer op Minecraft, nergens meer. Niet meer op Minecraft? Niet meer op Minecraft, nee. Dit is kut. Toen had ik nog een server waar zij wel regelmatig op was. Oké. Nou ja, dus als je ooit een meisje lid kennen genaamd Lisa, achternaam Hofkamp, ze heette trouwens niet eens zo. Ze had altijd foto's gestuurd, want we waren natuurlijk wel benieuwd. Oh, daar moet je niet heen. We waren benieuwd hoe het eruit zag. Oh, die foto's waren dus gewoon van internet gehaald. Dat kun je gewoon terugzoeken met zo'n... Waarschijnlijk is ze gewoon heel dik en overgewicht meisje. Daar gingen we wel van uit, ja. We weten nog steeds niet hoe ze eruit ziet. Waarschijnlijk had ze ook een valse naam. Ze zeiden dat ze Lisa Hofkamp heette, maar daar geloven we ook weinig van. Eigenlijk heet ze Bert de Vries. Nou, als ik nou later ooit een keer FBI-detective word, dan halen we dit pedofiel op. Misschien was het wel een pedofiel, Stefan. Met een stemper voor. Misschien toen hij ons wat te versieren omdat wij hele goede gamers waren. Ja, maar... Ja, ik weet niet. Alleen, het zou zomaar kunnen, weet je. Maar we skypten wel met qua stem, alleen... Ja. Oh, had ze wel een stem? Ik heb volgens mij... Oh jawel, ik heb het wel met haar ge... Ja, was dat niet echt een stemperformer stem of zo? Nee, klopt. Ze was gewoon een dikke. Gewoon een dikketje. Ik denk, dat is gewoon een heel dik, onzeker meisje. Ze moet wel dik zijn, want als je niet dik bent, welk meisje zou nou niet komen als je een date hebt met Rick van Serpent Gameplay? Ja, maar toen was je ook niet zo populair nog, hè? Behalve als je zo dik bent, dat je denkt dat ik je uitlach en op je poep, als ik je zie. Toen had je nog maar 1000 abonnees. Toen ja, toen had ik wel echt 1000 abonnees. Dat waren echt duistere tijden. Ja, precies. Ik ken het gevoel, man. Toen zat ik nog niet bij Bayern aan, volgens mij. Of wel? Nee, misschien net. Nee, joh, nog lang niet. Voor mij, of misschien net, hoor. Dat was misschien wel rond die tijd. Is er nu een jaartje bij Bayern aan? Ja? Nee, ik ben ook al bijna een jaar met mijn vriendin. Nee, maar toen deed je nog aardig tegen me, dus toen zat je nog niet bij Banjo. Oh ja, precies. Nee, ik ken mijn vriendin, ken ik sinds september, geloof ik.
toen zat Kees wel bij Dus David. Ja, Kees zat nu wel bij Dus David, ja, dat is waar. Volgens mij was het in de tijd dat we toen allemaal bij Dus David wel een gastrol hadden. Ja, precies. Hè? Allemaal series die niet afgemaakt werden en zo. Ja, of nou, niet, wel werden afgemaakt, maar niet werden geüpload. Ja, ze werden afgemaakt, alleen Kees uploaden ze niet, ja. Dat ja, precies. Nou ja, dus nu weten jullie hoe ik mijn vriendin heb ontmoet. Dat is wel een interessant verhaal, als je daarin geïnteresseerd bent. Ja, dat is wel interessant. Ja. Nee, Rick, ik vond het een leuk verhaal. Dank je. Ik heb het nog nooit aan iemand verteld. Ja, aan mijn vrienden, maar behalve dat, weet je wel. Dus ik zou me wel speciaal voelen als ik jullie was eigenlijk. Ik keur hem goed. Mooi. Het is wel een beetje een ongemakkelijk verhaal. Maar het is niet echt het beste love story of zo. Maar ja, jouw love story is nou niet echt perfect of zo. Nee, daar goed, weet je. Er speelde wel wat meer in mijn... Batterij! Het is iedere keer zo'n cutscene. Zo van, hey, Bowser, batterij! Heerlijk. Maar ja, ik weet niet. Misschien heb jij wel een leuke love story. Laat het in de beschrijving achter. Die van mij en Steve of zijn niet de meest romantische ooit, ja, in ieder geval. Weet je, ik kan die van mij wel wat uitgebreider vertellen, maar... Wordt het er beter op dan? Nou, dat wordt zo lang, want het duurt echt... Serieus, het duurt echt... Oh. Oké, komt-ie. Hoe lang hebben we nog? 5 minuten. Oké. Kijk, want hoe... Zeg maar, ik zat dus bij beide meisjes in de klas, zeg maar. Laten we ze beide even een naam geven. Paula. Ja, zei je? Paula. Ja, Yolanda en Paula. Oké? Ja. Paula is de slut die vreemd ging. Natuurlijk. En Yolanda is mijn huidige vriendin. Het zijn beide andere namen, omdat ik weet dat mijn huidige vriendin er niet van houdt om met haar naam op het internet te komen. Maakt niet uit. Oké, ja. Dus, ik zat bij Paula en bij Yolanda in de klas. En op zich had ik wel interesse al in... Een triootje. Nee, ja. Ook. Dat ook. Op zich had ik wel interesse in Yolanda al, maar... Yolanda deed altijd een beetje vaag en wist nooit echt wat ze wilde. En je bent ook niet zo'n lul die zomaar vreemd gaat, zeg maar. Dat misschien ook nog wel, of dat wel? Nee, ik niet. Maar nee, dat trouwe jongen. Ik toonde in elk geval interesse in Yolanda, maar zij liet nooit dat van zich horen. Toen had ik er een keer op MSN toegevoegd en dan hadden we een beetje ge-MSN'd en dat soort dingen. Maar zij vertelde nooit wat ze wilde en zo. Maar zij wist dat die vrouwen lekker vaag doen. Oh, we zijn meisjes, dat we vaag doen. Precies, weet je, laten we eventjes in de overgang zijn. dus, maar goed, ze wist het dus wel, wat ik wilde. Mm-hmm. Maar dat duurde dus echt gewoon, ik heb dat echt 9 maanden volgehouden, zeg maar. Tussenin, zeg maar. Precies, om haar een beetje te proberen te hosselen, maar dat lukte niet. Dus toen dacht ik van, nou, dan ga ik achter Paula aan. Ja. Want Paula wilde wel. Ja. Nou ja, dus toen Paula die gaf gelijk aan. En op hetzelfde moment had Yolanda zoiets van, hey, wat dit vind ik helemaal niet leuk, want ik vind je ook leuk, weet je wel. Ja, precies. Je maakt een beetje jaloers maken, zeg maar. Precies, dus echt een beetje dat typische vrouwending, dat ze pas weten wat ze willen wanneer het te laat is. Wanneer je het niet meer kan krijgen. Ja, dat hebben vrouwen wel vaak. Als het te laat is, dan willen ze het opeens. Dus, maar ja, goed, weet je, dus toen ging... Paula ook vreemd, hoer, bla bla. Dus dat kwam op zich ook wel weer lekker uit. Dat kan wel lekker uit, en dan is de keuze wat makkelijker. Precies. Dus, en toen duurde het... Of, al om al heeft een half jaar met Yolanda geduurd. Van het moment dat ik haar leuk begon te vinden. Totdat ik een relatie met haar had, zeg maar. Oké. En voor de duidelijkheid... ik had... Het is niet heel spontaan of zo. Daarvoor vond ik Anouk zijn wel leuk. Alleen ik ben nooit echt zo'n lul. Ik ben niet zo heel makkelijk van oké, nee, deze is leuker, doei. Ik heb Lisa zoveel kansen gegeven, als die persoon wat Lisa heet. Ja. Precies, maar nou, weet je, dan is de keuze ook lekker makkelijk, weet je wel. Ja, precies. Ik snap je, man. Ik snap je echt. Ik ben niet zo iemand die eventjes vreemd gaat met zijn vriendin of zo. Ik ben veel te lief, een jongen voor. Ja, ik voel je, man. Ik vind, ja. Ik ben ook niet iemand die het dan uitmaakt dat je aan de dag dan ook een vriendin hebt. Dat is ook weer zo lullig. Zo, ja, oké, maak het uit, volgende dag. Ja, bij jou kan het misschien nog wel. Sowieso, als ze vreemd gaan, moet je het sowieso uitmaken. Ja, dat is sowieso wel een goeie. Dat ben ik het wel mee eens, ja. Vreemd gaan, dat is een no-go. Die kan die persoon daarna gewoon echt niet meer vertrouwen. Nee, precies. Ik bedoel, als ze 1 keer vreemd gaan, dan weet je dat je relatie gewoon niet goed is. Dan, ja. Dan kun je ook niet meer fixen. We hebben trouwens een Daredevil comment in orbit. En die gaan we de volgende aflevering pakken, als Stefan nog 1 aflevering wil pakken. Please, Stefan, doe het. Het is zo gezellig. Oké, nog eentje. Yes. Gaan we nog verder over meisjes die vreemd gaan die je moet dumpen?
Ja, meer relatietips van Rick en Stefan, alsof wij er iets van af weten. Lol. Yes, nou, wij hebben best wel een lange relatie. Jij hebt wel een lange relatie en ik heb ook alweer redelijk lang. Waarom? Wij zijn experts van lange dingen, zeg maar. Daar gaan wij over. Dus mensen, blijf van kijken. En ik wil jullie ook afloop van het laatste jullie berichtjes achter of jullie liefdes aanzoeken. Tot de volgende keer. Doei! Doei!